Het is je boy Alawali hier live bij Punch Out bij de finale event. Twee giganten, twee van mijn favorieten. Ja, Dani tegen Cooper. Dani, hoe ging het? Bro, kijk, het ging wel lekker. Alleen, ik weet niet wat het publiek was. De vorige battles waren een beetje dood. En dan die sfeer bleef wel een beetje hangen. Dat vond ik wel jammer. Maar ik vond hem wel gewoon dood. Want hij heeft goede shit gedaan. Ik heb goede shit gedaan. Het was volgens mij wel een van de battles van de dag. Het was gewoon vuur. Maar het kon nog veel harder zijn als het publiek ook meewerkt. Zeker weten. Het geeft schuld aan het publiek of zo. Je weet toch maar. Je snapt wat ik bedoel toch? Nee, precies. Ja, je weet wat je zelf je verantwoordelijkheid is. Maar het was wel zo dat sommige bars niet de reactie kregen die ze normaal kregen. 100%. Wat jij nog voelt? Ik heb dit. Je hebt dit? Ik heb dit. Hou jij je ongeslagen status? Ja man. Dani, heb jij een einde gemaakt aan zo'n ongeslagen status? Bro, we kwamen allebei met vuur, man. Ik moet die battle even terugkijken, man. Voor mijn gevoel had ik hem wel, man. Ik kreeg net iets meer crowdreactie en zo. Ik vond mijn bars ook net iets doper. Omdat ik wel met shit heb gewerkt die gewoon waar is. Ik kwam een beetje met Zwarte Pieter shit en zo. Ja, ik ben geen Zwarte Pieter of zo, snap je? Dus vandaar. Alright, vorige keer was al je comeback. En niemand kon wachten op de volgende Dani. Ja. Dani is terug. Wat kunnen wij verwachten in 2018? Bro, ik ga je eerlijk zeggen, ik baal een beetje van deze battle. Ik heb een baalgevoel, ik ben niet tevreden. Dus volgende keer gaan we nog meer killen. Maar ik denk dat ik deze al heb. We blijven lekker op nummer 1 staan en we gaan de volgende nog meer body. Wie ga je killen volgende keer? Hey bro, wie wilt komen kan komen, toch? Je hebt toch wel een hitlijst ofzo? Nee man. Nee? Nee man, niet meer man. Wie wilt komen kan komen. Let's go man. Cooper, heb jij, stel je voor dat je deze bent. Heb je dan het gevoel dat er iemand is die jou... Insano, jij bent een fucking laffe motherfucker. Ik heb je zo vaak voor een fucking battle uitgecalled. Ik heb je voor een friendly fucking fire, whatever the fuck battle uitgenodigd. Je wil niet. Ik heb je bijna overgehaald op die friendly shit. Ja, dan durf je wel. Oh, maar dan moet je freestylen, want dat is het. Ja, dan moet je echt kunnen rappen. Zo doe me vet, kazaai het opgozen. Battle me of wees de bitch die je bent. Ja, doei. Ik zou dit event tegen Cooper battelen, maar hij heeft zelf afgesproken. Ik ook, yo, chill. Ja, ik heb het gevoel dat Cooper tegen Insane wil. Ja, Dani 2018 vuur, Cooper in 2018 vuur. Misschien tegen Insane. Dani heeft ook nog een paar mensen op de hitlijst waarvan hij het zelf nog niet weet. Straks om 7 uur de battle online. Ga deze checken, man. Deze boys zijn een van de beste die er zijn, man. Ga hem checken. Mijn naam is Alawali.